Ik sta hier naast Natasja en Natasja heeft iets heel erg leuks bedacht voor de feestdagen. Zou je kunnen vertellen waar je de laatste tijd mee bezig bent? Zullen we eerst een kapje afdoen? Ja. Ja, we hadden een hele leuke actie, want we doen het eigenlijk nog steeds, de laatste dag vandaag. En de actie heet Sinterklaas voor ieder kind. Ik kreeg te horen dat 1 op de 9 kindjes in armoede leeft. En daar was ik nogal van geschrokken. Dus ik denk, nou, we gaan eens een leuke actie op touw zetten. Zodat ook de ouders een cadeautje hebben met Sinterklaas voor de kindjes. Ja, en hoe heb je dat toen aangepakt dat al die mensen ervan wisten? Ik heb heel impulsief een berichtje op Facebook gezet. Dat ik speelgoed zocht. En toen kwam het overal eigenlijk vandaan. Dus dat was wel heel erg leuk. Nieuw speelgoed, tweedehands speelgoed. En ja, lege restaurants waren er natuurlijk heel veel in verband met de coronatijd. Die hebben we opgeleukt met het speelgoed om die daar neer te zetten. Ja, en in welke restaurants heeft dat toen plaatsgevonden? In restaurant De Rechter en Lunch bij Trots en in het restaurant van de Hema. Zouden we daar misschien even kunnen kijken hoe het uitziet? Ja, superleuk. Dan gaan we naar het restaurant Lunch bij Trots, want De Rechter gaat vanavond open. En de Hema die wil liever niet hebben dat filmen. Ik sta hier bij lunchen bij Trots en ik zie hier echt superveel speelgoed staan. Oh lieverd, dit is bijna niks meer. Het was 4 keer zoveel. En we hebben gisteren de Hema leeggehaald en dat hebben we verdeeld onder dit restaurant Lunch bij Trots en bij De Rechter. En hoeveel gezinnen heb je ongeveer al blij gemaakt als dit nog maar een klein beetje is? Ik denk dat we kunnen zeggen, en het kan natuurlijk iets meer of iets minder zijn, een beetje 50 personen een beetje per avond. Dus dat zijn 150 gezinnen in 3 ja. avonden. En dan heb ik nog niet de goede doelen erbij geteld die zeg maar namens een stichting of zo zijn gekomen. Dus ik denk een 200 gezinnen. En was het de bedoeling dat die gezinnen allemaal zelf hier naartoe kwamen om iets te halen voor hun kinderen? De scholen hebben briefjes uitgedeeld. En eigenlijk aan alle kinderen, en dat vond ik zelf wel heel belangrijk, want er is natuurlijk ook heel veel verborgen armoede. En vooral in deze coronatijd, veel mensen verliezen de baan, hebben wel geld voor eten, maar dan schieten misschien de cadeautjes erbij in. Dus dat is ook een doelgroep die absoluut niet vergeten mag worden. Er zijn brieven meegegaan aan de voedselbanken. En ik heb natuurlijk een oproep gedaan op Facebook. Want mensen konden ook hulp Sinterklaas zijn. En ik zal uitleggen wat ik ermee bedoel. Hoe leuk is het als je bijvoorbeeld een buurman hebt of een achterbuurman en die heeft het niet zo goed. En jij weet dat. En jij kan hier cadeautjes komen halen en die zak bij die mensen 's avonds aan de deur zetten. En als morgens de kindjes uit bed komen, dan is echt Sinterklaas geweest. Nou, ik sta hier nu met Evi. En normaal ben je hier natuurlijk broodjes aan het uitdelen en aan het serveren. Maar nu sta je hier helemaal met het speelgoed. Hoe vind je het om hier al het speelgoed te hebben? Het staat vol, maar ik vind het een goede actie van Natasja. En het is ook leuk dat ze voor de kinderen dat doen. Ja, nou super mooi dat je dit ja. zo hebt georganiseerd. En vanavond is dus de laatste avond. Vandaag is de laatste avond, ja. Ja. En we hebben het echt gedaan met wat iedereen zegt, oh Natas, goed dat je het doet. Ik heb het echt niet alleen gedaan. Want als al die mensen niet het speelgoed hadden gebracht, had ik het niet uit kunnen delen. Al die vrijwilligers die mee het speelgoed geëtaleerd hebben, mee uitgedeeld hebben. Dus ik ben echt iedereen ook wel heel erg dankbaar. Want dat kennen niet alleen. Normaal ben je natuurlijk aan het bedienen en nu sta je in een speelgoedwinkel. Hoe vind je dat? Ja, gewoon heel leuk om te doen, ja. Ja, een heel goede actie van Natasja. Echt heel goed. Met het speelgoed en nogal. Echt fantastisch dit. Echt keurig uit. Geweldig. Want heb je heel veel mensen hier blij gemaakt met het speelgoed? Ja, 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 ja. Alle mensen van Nederland zijn heel blij van het mooie speelgoed hier staan. Echt waar. Echt fantastisch. En hoeveel speelgoed heb je opgehaald? Ik denk wel 2 vrachtwagens vol. Hoe ben je aan al het speelgoed gekomen? Is het allemaal vrijwillig gekomen? Of? Het is van heel veel particuliere mensen gekomen. En ook van heel, heel veel bedrijven. Die allemaal nieuw speelgoed kwamen brengen. Volgend jaar weer? Ja, en ik hoop dat volgend jaar de corona af is gelopen. En dat we er dan weer een evenement van kunnen maken. Dat de mensen niet de drempel over hoeven.
maar dat het voor alle kindjes is. Nou Natasja, super bedankt namens iedereen in Boksel. Nou, ik vind het heel lief dat je het zegt, maar ik heb het niet alleen gedaan, want ook dankzij jullie, de media, die er zoveel aandacht aan heeft besteed, zijn nog meer mensen gekomen. Ik wil zelf ook iedereen bedanken, alle vrijwilligers, alle mensen die gedoneerd hebben, want we hebben het met z'n allen gedaan en niet alleen ik. Dus dankjewel iedereen. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Dan gaan we er een leuk evenement van maken, want dan is die corona voorbij. Ja. Kom. Dan wil ik nog even iets zeggen. Weet jij wel, ik doe even mijn mondkapje een beetje af. Weet jij wel dat ik nou een bekende Nederlander word, hè? Ja. Morgen staan er rijen dik meiden hier aan de deur voor allemaal een handtekening voor jou, hè? Dat mag zeker. Oké. Nou, high five, hè?